Dan laat je om. Laat je... Het ziet er heel fout uit, dit zo. Ik laat je wel dit. En wij gaan lekker de jacuzzi in. Albert Heijn. Daar staat het. Helemaal dicht, helemaal dicht in, maar dan bom. Ik dacht dat jij het was, maar dat is geen. Goedemorgen iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben vandaag lekker vroeg opgestaan. Ik ben 7 uur mijn bed uitgegaan. Maar ja, eigenlijk gewoon goede tijd om op te staan, lekker productief te zijn. Ik heb net al een belangrijke afspraak gehad, die heb ik afgerond. En nu ben ik onderweg naar Shahid. Die is bezig met een tv-programma waarbij hij zijn bedrijf laat zien en dat hij sponsoring doet en zo. Dan gaat hij badkamers weggeven aan mensen die het nodig hebben. Superleuk. En die oude badkamers moeten natuurlijk gesloopt worden. En waar ben ik goed in? Dingen slopen. Zowel onbewust als bewust. Dus Shahid zegt, kan je komen helpen, even leuk meedoen? Nou, ik zeg natuurlijk. Ik heb net een broodje in mijn mik gedouwd en ik ben ready for the day. En ik heb mijn ramen opengezet, maar ik even één refje wil doen. Maar dan wacht ik even tot ik langs deze oude man ben voordat hij van zijn fiets afvalt. Wacht, er komt nu een vrouw met een baby. Even wachten, anders kan de baby niks meer horen. En dan doen we nu even één keer. Top! En ik ben er! Ik ben beland in Harderwijk. Een dame zei een keer tegen mij van, joh, hij is zo hard, de volgende keer moet je dat maar niet doen hoor. Anders denk ik dat ik voor Harderwijk. Jezus, wat slecht. Het is toch hier? Ja, het is inderdaad hier. Kijk eens, daar staat Mr. Kunstgebits auto. Auto nog steeds net zo wit als een gebitje. Tom! Yo, ik sta bij jouw auto geparkeerd. Waar moet ik heen dan? Dan moet je naar het hoekhuis. Ja, maar jullie moeten filmen zeker, dat ik binnenkom. TV, hè? Moet je dat filmen dat wij binnenkom? Ja, TV. 5 minuten, ja? 3 minuten. Oké, ik ga wel gewoon buiten staan en ik wacht wel. Tegenover die negenbouwbus. Wat? Oké, ja, moet ik gewoon bij die, moet ik bij die bus gaan staan? Ja. Top. Kijk, deze bus. Nou, dat is wachten dan. 3 minuutjes. Donnie! Hallo! Je moet al! Moet ik al? Ja, zeker! Ik ben klaar! Alles goed? Lekker vriend. Ja? Doe jij nog steeds mee, ja? Zie je het niet hebben? Ja, ik word helemaal grijs, joh! Ja. Maar, kom niet alleen door de badkamers, hoor! Nee? Ook door mijn wijf. Oh, door je wijf. Nou, laat het maar niet horen. Hoe is ie? Lekker? Ja, goed man. Leuk dat je komt helpen, man. Ja, ik moet slopen. Daar ben ik goed in. Dus, graag helpen. Hey, alles goed? Die doet het, hey, ja, prima. Die doet helemaal gereed. Nee, de presentatrice toch? Ik doe praten, veel. Daar zijn vrouwen goed in. Ja, ik ben helemaal goed. Top. Gezellig, man. Slopen, jongen, die badkamer. Dat is wat wij goed kunnen. Ben je inmiddels geen koffiejunk? Jij zit al met koffie in je klauwen. Er zijn al 6 bakken verre, volgens mij. Oh. Ja. En niet alleen met koffie. Dan heb je weer een BMW, een Mercedes. Nog meer dan 6 bakken. Wat een gast. Ik ben gemeen, hè? Oh, jongen, mooi. Lekker. Ja, weer mooi weer. Ik heb lekker geslapen. Ik voel me goed, hè? Heerlijk. Ik voel me goed. Wat? Dat zijn onze papa's. We hebben een nieuwe ster van de show, maar wie is het? Oh. Wie is het? Wie is het? Yo! Is jullie zijn wel een goede match. Jij maakt dus ook alleen maar stories, of niet? Ja, echt, maar jij filmt. Ik zie jullie wel een goede match, want hij maakt ook de hele dag stories. Nee, hij steekt me ook een beetje aan. Ik weet wel, als ik met jou ben, dat ik meer. Meer. Ja. Ja. Goeie vibe, hoor, ziet. Aanstekelijke vibe. Hey, maar wat voor onderbroek heb je aan? Ja, want ja, vandaag, het programma heet toch Hart van Goud? Oh ja, ken je dan. Hart van Goud is het programma, toch? Kijk. Dat is van Joël natuurlijk, maar... Dat is gewoon toeval, hoor. Ik heb niet over nagedacht. Ik heb er ook één in mijn kast liggen van jou. Ja, omdat ik toen ging zwemmen bij jou, ja, met mijn zwembroek. Dan laat je om zien. Het ziet er heel fout uit, dit zo. Hij vanuit mijn hoek. Moeten we nu iets filmen? We hebben een romantische scène onder de douche. Een seks. Wij twee? Ja. Oh, dat is voor het eerst dat ik met een vent ga. Ik ben benieuwd. Jullie zijn echt een goede match, hè? Zij is op de foto's is heel netjes, maar ze is echt een fuck, hoor. Jullie zijn, ik ben heel benieuwd naar jullie programma. Ik ga zeker kijken. Ja, ik ook. Het wordt wel echt leuk. Vanaf 15 januari ons RTL 4. Oh, kijk, ze doen gewoon gratis swipe op. Dat is het, hè? Jij wil dat het succes wordt, daardoor nodig je mij uit, vuilen. Ja, dat moet ook altijd. Ik pak alles voor mij. Wij gaan pakken zo de kids spuiten, want we moeten nog even wat opvullen. Maar ja. Jongen, iedere keer zegt hij er iets over. Je bent gewoon jaloers op mijn lippen. Ziet hem zelf ook aardige lippen, hoor. Ik zou de jaloers moeten zijn, want ik heb geen lippen. Nee.
Maar wat moeten we nu met mijn neus nog? Ja, je hebt het niet verteld, hè? Wat we ja, we gaan naar scène. Seksscène en slopen. Romantische scène. Nee, we moeten zo hard seksen dat de hele badkamer naar de galmies is, toch? Weet je nog de scène van Titanic of Rose? Ja, ik heb nog nooit Titanic gekeken. Iedereen heeft daar heel veel kritiek op dat ik nog nooit gekeken heb. Je hebt het kapsel als Leonardo DiCaprio. Alleen het kapsel, ja. Maar wat jullie gaan doen, jullie gaan elkaar wassen. Ja, nu. Maar welke gedeeltes? Alle gedeeltes. Het zou leuker zijn als jij er dan ook bij komt, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Sorry. Oké. Okay. Vast niet. Vast niet. Nou, dan... nu moeten we wat... nu moeten we wat opnemen. Uitkleden, doe maar. Oh, dat doe ik wel binnen. Ja. Mag ik een mooi onderhoek aanhouden? Hey. Ik vind dat ik er echt goed heb over nagedacht, man. Ja, dat was totaal geen toeval. Hey. Zij is er ook. Sorry, joh. Ik snap hoe het is om met hem te werken. Ja, ik weet dat ze het denken. Ik ben hier al. Ik was het koud tegen de hoofd geweest. Hé, ze kan ook zonder handen vliegen, want ze heeft goede grip dan. Wat erg. Oh, hallo. Hallo. Laat maar. Nee, ik ben vegan een maand. Ja. Echt? Ja, dus ik mag niet. Oké, nou, ik ga voor je zeggen. Even kijken, we gaan even kijken welke badkamer we gaan slopen. Ja, zo een vieze lens. Omhoog. Omhoog. Nee, gelegen. Wow! Yes! Wat gebeurt hier? Stomerij, joh! Stop, er zet iemand onder. Oh, ik zou nog ook uit. Beslaat in mama lens. Is het de badkamer voor mensen met een groeistoornis? Ja. Nee, grap. Van Valsen, die woont hier. Jongen, joh. We moeten gelijk aan die zender beginnen, joh. Hoe gaat dit gebeuren dan? Ja, hoe gaan met die zender? Dat gaat niet werken. Nee, dit is gewoon sfeer. Dat zijn sfeershots. En dan hoor je ook zo. Stam. Ja, ik zit er gewoon helemaal voor. Dit wordt gewoon echt humoristisch. Dat is leuk. Oh, je moet gewoon een beetje reageren, goor. Dat gevoel. Nou, dat is best goor. Ja, dat is zeker goor. Waarom gaan wij niet onder de douche staan? Hè? Kreeg je ruzie met je vent zeker? Nee, helemaal niet hoor. Die is echt totaal niet douche. Zo chill. Nou, dat is chill. Nou. Vertrouwen is belangrijk. Hé, hey, ik weet niet hoor, maar... Nou... Ik zou even een handen voor. Nee, we gaan. Zo, nog bij die afspraak vond ik een beetje spannend. Waar ik was, niet belangrijk waar ik was, maar ik heb dus nodig. Maar hebben jullie ook voor genoeg budget voor nieuwe onderbroek of niet? Ik hoop wel nieuwe onderbroek. Eigenlijk is dit leuk. Ik merk draag ik af een klein. Nou, we gaan het even opnemen. Dat is voor het programma. Oh, je bent aan het ik ben de hele tijd aan het filmen, ja. Hallo. Douche! Sorry, ik heb niet zo je tieten gefilmd. Maar nu verklap je dit. Kijk, nu kan je het zien zonder stoom. Dit is de badkamer, we mogen hem nu helemaal kapot gaan rammen. Daar staan onze voorwerpen. Kijk dan, die badkamer is ook echt wel aan het einde van zijn latijn, hoor. Latijn. Vieze ding. Ik zeg net tegen Sheet, ik ga een huis bouwen met mijn familie. Ik denk dat ik die met mijn neven bouw. Ja, gewoon hier, Stef. Oké, we hebben hier de cameraman en nu nog cameraman. Ik geef hem aan u. Kijk, wat wil jij? Oh ja, ik moet breekijzer of hamer? Wat wil jij? Deze of je mag ook deze? Nee, ik wil de hamer wel. Hamer. Hamer. Hey, even bek houden. Kun je nog een aankomen lopen? Ja, ik ben aan de slag. Ja. Cool, shit. We gaan doen waar we goed in zijn, wat? Het leukste van alles. Hey, ik laat je wel dit. Hé, hey, laat ook geen gas op me gooien. Hey, even mijn handen. Ik wil eigenlijk nog even mijn handen wassen, maar dat gaat niet worden. Debiel. Ik sta achter dat glas. Oh. Ik zei nog, zij niet gaan. Nu, kijk. Je slaat het glas door terwijl ik er naar kijk. Kijk, er niet in de camera dan. Goeie spiegel dit. Een goede spiegel. Kijk dan. Dat is misschien niet zo slim. Nee, dan moet je dit doen. Voor de muurplaten.
Water kan er weer op! Maar kijk dan, ik heb overal heb ik kleine bloedingetjes omdat jij dat glas over mij heen sloeg. Hier zit, oh. Zit ik overal op mijn. Oh! Ik heb genoeg, dat is prima. Wil je dat even op de spiegel doen? Mag deze eraf halen? Ja, die meneer die is wel lekker, die mag gewoon meevallen. Zo gek! Kijk dat! Wow. Oké, Alex. Jij? Gaat het? Ik kreeg dat glas en zo. Echt? Serieus? Gaat het? Ja. Fuck. Sheet, kijk uit. Even weg bij de spiegel. Dan weet het allemaal weer eruit. Wacht. Wat? Oh, ik moet die story maken. Kijk hier. Glas onderal. Thanks voor het filmen, man. Oh, ik heb overal kleine bloedingetjes. Kijk, van dat glas. Het is helemaal onder. Oh mijn god. Nou, dat ging maar weer net goed. Dus bijna een paar glasscherven in mijn ogen verder. Jij ook, geloof ik. Maar het is gelukt. Hè? Niet te doen. Ik vond prima te doen, hoor. Leuk, snel, hè? Ja. Dus jongens, laat even weten of jullie ons nodig hebben. Wij komen. Sloopservice, ja. Al mogen we iets slopen voor niks bij jullie thuis komen, maar al te graag langs. Slop. Van deze eigenlijk even. Gaat het lukken, denk je? Nee. Dat zit echt helemaal met de Kamoer en Wouter vast. Ik kan dat nog even van de muur afslaan. Hé? Nee? Ja. Oh! Hey! Die overzicht is zo. De lamp kan er ook nu al. Kan er ook nu al. Hij is net een UFO, gek. Nou, je kan gaan kitten wat Sheets graag wil, want we zijn klaar. Ja, oh, nee, maar het is dan, maar... Kijk hier dan. Ja, maar dat zijn maar kleine stukjes glas. Kleine details. Hè? Kleine details. Oh, ja, kleine details, ja. Shade, kom eens kijken. Ik liep de kut te buiten. Met een hamer. Kom eens. Oh, God. Nee, ik heb niks gesloopt. Kijk, wat me gelukt is. Kijk die hamer. Kijk. Hoe kan dat? Kijk. Goed, hè? Nee. Hoe dan? Probeer eens. Probeer hem eens, probeer maar. Nee, kijk. Dat heb je de hele tijd. Dan denk je dat hij staat en dan valt hij. Ja. Wat is gebeurd? Oh! Ik zat echt heel lang te kutten. Ja, ik ben zo blij met hem. Ja, hè? Stap op lontjes niet, hè? Nee. Oh, jongen. Dat vind ik echt knap. Ik vind het zo knap nog steeds. En nu ben ik Thor. Hans Klok. En toch komt hij altijd te laat. Daar gaan we dan. Achter elkaar aan. De opnames zitten erop. Dit was even een klein rolletje. Sheet als sponsor. Ik als gewoon vlogger Don de Jong die langskomt. Leuk, leuke mensen. Zij gaan nu even die hele badkamer daar nog verder eruit slopen. En dan gaan ze weer gelijk monteren. Ik ga bij Sheet even lekker mijn vlog editen op mijn laptop. En Sheet gaat dan even werken. En daarna gaan we gewoon lekker chillen bij Sheet. Als we allebei klaar zijn met werken. En het mooie was, deze opnames waren ook letterlijk om de hoek bij Sheet thuis. Dus we zijn nu er alweer bijna. Oh, dit is weer typisch Don. Don, je doet het weer. Ik ben mijn tas vergeten met mijn laptop erin en al mijn spullen. Nice, dus ik kan weer terug. Hallo. Ben ik weer? Tas vergeten? Niet. Ja. Altijd hetzelfde liedje. Volgens mij wel, ik haal niet mijn auto namelijk.
Oh god, ben ik hem vanochtend met mijn afspraak vergeten dan? Wat ben je vergeten? Mijn tas! Hoe zeg je? Je kan zo een zwarte tas! Nee, je had die tas mee, zeker. Wel? Een rugtas, hè? Ja, een zwarte rugtas. Ja, klopt, die had je mee. En dan moet hij. Hier, vriend, hier, vriend! Oh, achter de spullen! Lekker, hey, hey, werk ze mannen! Later! Doetje! Oh god, het is ongelooflijk. Ik irriteer me echt. Dat is mijn grootste irritatiepunt aan mezelf. Dat ik altijd dingen vergeet. Overal. Portemonnee, sleutels, wat ik veel. Behalve mijn camera, dat is wel raar. Dat voelt bijna als een ledemaat voor mij. Hey, laat. Hoi, werk ze. Oké, nou, nu ik mijn tas heb, is het tijd om lekker te editen. Heel relaxed. Zonder achtergrondgeluiden. Nou, het valt nu al mee, zit vier kids zijn. Oh. Hij sluit op sluitreclame, hè? Hè? Een sluitreclame. Nou trouwens, oh, dit is wel even goed. Dit is echt perfect moment om in te haken. Jongens, Focusdrink is nu in heel Nederland en België bij alle Albert Heijn te verkrijgen. We zijn live, de commercial staat ook live. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, die hebben we opgenomen. Het is super grappig geworden, het duurt echt maar anderhalve minuut. Limbo. Ja, daar lag het al, ja. Maar de rode dan? De rode, die is alleen te verkrijgen op de webshop van ons, focusdrink.nl. En die komt binnenkort in de Jumbo, bijna. En dan, die ligt daar een tijdje exclusief, noem je dat. Dus die ligt, mag alleen daar liggen, dat betekent dat. Leuk voor onder de boom. Leuk voor onder de boom. Nee, ja, het is wel rood. Net als een soort kerstbal. Nee, in de boom. Ja, dat kan ook. Maar die boom, zou die dat lusten, die boom? Of hoef je deze geen water te geven of drinken, denk je? Ik denk wel zuurstof. Nee, dat creëren ze, maar een plastic boom niet. Nee, ja, dus we moeten nog even wachten voordat die bij de Albert Heijn komt. Maar dat gaat ook nog gebeuren een keer. Gaan we vanuit. Maar we hebben wel Mango Limoen en Original. Hey. En ik zag net allemaal stories als mensen het gingen halen. Superleuk. Ja. Dus ja, dat is toch leuk? Nee, hier zit de rode in. Vind je dat niet leuk? Jawel. Vind je dat echt niet leuk? Jawel. Nou, Virginia. Oh, mijn vlog is afgeëdit. Hij staat ingepland voor 5 uur. Nou, wij gaan lekker de jacuzzi in. Zit hij hoor. Wat gebeurt daar dan? Ja, mag geen vuurwerk meer met aan doen. Doen ze met... Kleppen van de prullenbak. Ja. Hé, hey, wie hebben we daar? Scout, hè? Heb je handdoeken? Kom. 1 en 2. Moet ik helpen? Oh, mijn politie vergeten. Hij zit net met een politiebootje te spelen. Ja, nee. Oh. Arbi, ma, boxer. Oh, zo lekker ontspanning. Want vorig gaan ze natuurlijk mijn tuin aanpakken. En dan gaan ze bij mij een wellnesshoek maken. En dan komt er zeker ook een jacuzzi. Heb je hem hoor? Heb je je boot? Oh, ja, daar is hij. Nou, bommetje. Heb jij je bloot? Hé. Hey. Ga je bommetje gaan springen? Nee. Oh, hoppa. Dit is lekker, Luciano. Ja, hè? Oh, nog een meid komt eraan. Nog een meid? Waar is die ander dan? Daar. Wie gaan er koken vanavond? Shahid en ik. Dus we gaan even snel boodschappen doen. En kijk eens, ja hoor, we zijn bij de Albert Heijn. Daar staat het. Kijk eens even, man. Mooie plek ook, niet helemaal onderin of zo. Net boven ooghoogte. Helemaal blij mee, ik dan. Nou, tots gevoel. Als je het gaat een storytje maken als ambassadeur zijn. Mr. Story staat paraat, hoor. Kijk even. Vegan burgers. Dit is dag nummer... 22. Oh. Kan gebeuren. Ik bleef ook gewoon doorfilmen omdat ik wist dat je het nog een keer zou doen. Nee, we hebben boodschapjes gehaald. Maar jongens, wat is het cool om te zien. Heel erg bedankt voor alle support op Focus. Anders hadden we natuurlijk nooit in de appie kunnen liggen. Is natuurlijk toch een beetje wel de Champions League. De top in de Champions League, om het zo maar te zeggen, van alle supermarkten. Dus heel erg gaaf. We liggen gewoon in twee zulke grote supermarkten. Zijn we gewoon fucking veel meer, toch? Elke supermarkt, toch? Hè? Elke supermarkt, toch? Niet twee. Nee, jongen, joh. Zo weinig gezien, hè? Wat? Die bom bij het gemeentehuis? Nee. Zullen we even langs rijden? Ja. We rijden toch langs. Kun je dat zien? Kijk dan, je ziet allemaal een zwarte roet op hierboven. Helemaal dicht timmer door een bom. Of althans, jij zegt een bom, wat is er gebeurd? Ja, vuurwerkbom waarschijnlijk. Oh, vuurwerk. Helemaal zwarte roet overal. Ziek, fucking aso, man. Ja. Gewoon het gemeentehuis, hè? Zonde. Weet het niet goed. Ik ben wel pro-vuurwerk, maar niet voor dit soort dingen. Nee. Maar ik vind het zo jammer dat het weer dit jaar gewoon... Altijd, man. Bij ons liggen ook alle bushokjes altijd helemaal kapot. Ja. Gewoon, dan leggen ze gewoon cobra's erin en dan klappen al die ramen eruit, weet je wel. Ja, fucking. Nou, doen ze het gewoon. Doe dan gewoon in zo'n, weet je wel, krantenhoop of zo. Als je, weet je, dat is fatu. Krantenhoop? Ja, gewoon een telefoonboek eromheen wikkelen en die gaat in een miljoen stukken, weet je wel. Zoiets of zo. Dat is leuk. Wat we vroeger wel eens deden,
deden we verse op zoek naar vroeger verse. Deden ook meer mensen een gordel om. Juist niet. Nee. Juist niet. Ik weet niet of dat nu nog kan. Nou, doe er eens een. Mandarijn. De zat te denken. Op welk fruit kan je alles rijmen? Mandarijmen. Ik zei rijmen, niet geen woordgrappen. Lieve Don, wat heeft de Sint dit jaar voor jou? Hij houdt niet van vis, dus geen kabeljauw. Voor Shahid heeft hij een grote condoom. En soms is Shahid met betalen een beetje sloom. Hij gaat er proberen verbetering in te brengen. Maar dat lukt hem soms niet. Jippie ja jee, kom maar door met Roetvechtpiet. Ik lul wel gewoon wat bij elkaar, dat is improvisatie. Nu jij een paar zinnen. Je vond hem wel leuk, zag ik. Ja, ik wou eens lachen, maar toen dacht ik van... Ja, ik weet wat je wou zeggen. Ja, ik weet, ja. Roetvechtpiet zei, ik weet het. Shahid, die zat te denken wat hij dom dit jaar zou schenken. Oh, ga jij voor de standaard, ja? Met anders kom je niet verder. Nog niet klaar. Shahid, die zat te denken wat hij voor dom zou gaan schenken. Wat Shahid altijd ziet, dat ziet een ander niet. Wacht maar, tot hij zaad schiet. Er moest ook iets met seks in natuurlijk. Don is veganistisch. Een paar weken geleden. Aha, omdat niks ruimt op veganistisch. Nee, op de pistes. Nee. Je hebt er moeite mee, hè? Nee. Don zat te denken. Nee. Ja. Oh nee, nee oké, okay, komt. Oké, okay, ik ga hem even. Don had vandaag focus. Shahid loopt helemaal vast. Nee, maar sommige dingen kan ik niet zeggen. Don de Jong, met Sinterklaas, draait hij zich altijd om. Want zijn moeder stond altijd in de krant. Maar gaat hij stak alles in de brand. Sinterklaas zat te denken, Shahid gebruikt veel zijn derde been. En als dit jaar krijgt hij een cadeautje, hij krijgt er nog één. Maar Luciano pakt altijd de speen, maar Samantha pakt mijn speen. Dat is goed, denk ik. Wat is er met Shahid's speen? Had hij het net over, Samantha? Speen? Hij zei, ik heb een derde been, jij gebruikt altijd mijn mooie speen. Oh, nee. Zat het te rijmen. Ah, nee, ze helemaal gelijk in. Veganistische hamburgers en allemaal soorten groenten. Kijk. Maar wat denk je? Zal die pan niet even uitzetten, maat? Oh, ik heb alleen die linker uitgezet, zeker. Sorry. Kijk hoe plasterig dit is. Normaal breekt kaas al. Ah! Oh, zo, dit is ook net zo hard als plastic. Ja. Zo, kijk. Lekker, man. Hoppatee. Ziet dat gewoon dit gemaakt. Salade met boerenkool. En ik knipperde en hij was al begonnen en hij zei, maakt niet op. Nou maat, alsjeblieft. Zit je ook lekker aan de focus, Milanatje, tijdens de kleuren? Oh. Zo, draai je tanden. Moet je ook kunstgebit, dat is papa. Ja. Moet toch nog wisselen, ja. Gezellig, dat is een open hart. Wanneer de koude dagen er weer aankomen. Zo, er gaat iemand even een roggeltje. Lekker. Ja, maar aardig, wat komt het al gemaakt met dat ding, hè? Met je open hart? Ja. Zullen we een flashback doen naar de aansteker? Flashback! We hebben weer een ingenieus plan. We hebben een aansteker. En we hebben vuur. 3, 2, 1. Of ligt hij ernaast of niet? We gaan hem in ieder geval niet meer open doen. Nou, dat weet ik wel. Hé hey, jongens. Die lens blijft zo vies. Die kids zitten de hele tijd aan mijn lens. Vettig. Wat ik wil zeggen is dat er zijn redelijk wat vragen in de comments de laatste tijd. En sommige dingen hebben tijd nodig voordat je dat vertelt. Maar waar ik het in ieder geval wel over kan hebben is de 1 miljoen abonnees special. Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen op mijn story. Ik schakelde niet heel lekker met de toenmalige editor die dat deed. Ik heb hem even gebeld of hij nog de beelden heeft. Die heeft hij. We gaan kijken of hij alsnog de special in elkaar kan gaan zetten. Het zal een hele lange video worden, maar wel heel leuk. Maar daarvoor heeft hij al mijn vlogs nodig. Ze zijn op een harde schijf, dus ik kom binnenkort even langs. Is Pimmetje. En dan gaan we even sowieso even bijlullen. En dan neemt hij die harde schijf mee en dan heeft hij al die beelden. Het zal heel grappig zijn, want ik heb daar heel ander haar, heel andere dom. Dus soms lopen dingen niet zoals je willen, maar we gaan proberen om nog online te krijgen. Dus dat is wel heel leuk. Zie ik in ieder geval heel bedankt voor de leuke dag. Voor de gastvrijheid. Milana, door jou moet ik morgen gewoon naar Hans Anders.
We moeten ook nog even een kerstding bij jou thuis maken. Oh ja, ik ga binnenkort met Shahid, Sam en de kids gaan we alle kerstspullen van mij thuis kopen. Het wordt mijn eerste kerst bij mij thuis, dat wordt heel erg leuk. Kijk, wie hier in de kerstboom hangt. Elvis Presley, wie is dat? Nee, Fred Verleeg. Oh, ik dacht dat jij het was, iemand met zijn telefoon. Deze vindt ze mama het lekker. Met die telefoon. Milana, misschien ook. Kijk, ik dacht ook dat dit papa was met zijn telefoon. Ja. Nou, het was weer een gezellig dagje. Ik ga lekker naar huis. Met je aan het editen. Yeah. Wat een topdag was het weer, dames en heren. Lekker slopen, doen waar ik goed in ben. Gekkigheid met Shahid. Weer allemaal zo random. Gezellig ook bij de kids. Lekker gechat. Dat was weer een compleet dagje. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mochten jullie nou genoten hebben, laat het even hier beneden weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vergeet ook even niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen zien om 5 uur toppers. Ik ga zelf wel dat zeggen. En dat is tot de volgende video. Later.